Deze week draait in Destiny weer een Iron Banner event. Dat is een PvP event, oftewel in de Crucible, gewoon multiplayer matches. Met tijdelijke rewards die je alleen deze week kan halen. Dat is persoonlijk ook wel goed nieuws, want ik merk wel dat met hoe lang de game nu uit is, het wel een beetje op begint te raken, de content. En met name, dat is toch wel iets waar je nu inmiddels, 2 maanden na de release van kan zeggen, dat op de een of andere manier Bungie maar niet uit het hele loot systeem komt. Er zitten weer dingen in, dat als ik daar nu op terugkijk, dat ik echt zoiets heb van, ze hebben toch niet weer het juiste systeem weten te vinden. En ik vind het ergens ook wel onbegrijpelijk, want als je gaat kijken naar de suggesties, het is niet heel ingewikkeld wat ze zouden moeten doen om alleen al het huidige systeem te verbeteren. Maar ze hebben bijvoorbeeld, als jij een item krijgt uit de raid, die kan op heel veel verschillende waardes droppen. En nu is er een hogere moeilijkheidsgraad uitgekomen. En de ondergrens van wat zo'n item kan zijn, is hetzelfde als de bovengrens wat het item kan zijn uit de normal mode. Dus dat betekent dat ik, terwijl ik iets veel moeilijkers doe in-game, beloond word met hetzelfde kwaliteit item. En dat is best wel een gek systeem. En sowieso hadden ze ooit gezegd van we hebben een intelligent loot system, we kijken wat je al hebt en wat je nog nodig hebt. Nou, daar merk je echt helemaal niks van. Je krijgt heel veel dubbele items, terwijl je dat ene item nog niet hebt. Dus dat zit best wel gek in elkaar. En ik merk nu voor mij, begint dat een beetje de motivatie weg te halen om die raid überhaupt nog te doen. Want ik krijg echt al gewoon weken lang echt de grootste onzin, om het netjes uit te drukken. En dat is gewoon niet iets wat klopt bij het gevoel van de moeite die je doet in zo'n raid. En die Iron Banner zit ook weer wat gekke dingetjes bij, dat ze toch items op best wel lage niveaus geven, terwijl het niveau van je character al veel hoog is, is het feitelijk onbruikbaar mee. Natuurlijk hebben ze dat infusion systeem, dat je items sterker kan maken door krachtigere items in een minder krachtig item te stoppen, maar je verliest daarmee altijd een beetje van de waarde van het krachtigste item. Dus als je bijvoorbeeld een item op 310 hebt en je hebt er eentje op 280 en je stopt die van 310 in 280, wordt die niet 310, maar dan kom je op 304 uit of iets dergelijks. En zo verlies je steeds beetjes. En het is gewoon een beetje een ongelukkig systeem met best wel veel gaten nog erin. En Iron Banner is dan leuk om te spelen. Je merkt wel nu, los van dat die rewards dus niet altijd op het niveau zijn dat je wilt, is er altijd wel weer een nieuw wapentype wat heerst. De irritante Thorn, waar je, ook al speel je de game niet, vast wel een nieuwsberichtje van hebt gelezen. Nu hoor je aan alle kanten om je heen Pulse Rifles. Het is al heel lang een van mijn favoriete type wapens. Dus aan de ene kant blij dat ik het kan gebruiken, dat het zo sterk is. Wel weer een beetje saai dat iedereen het om me heen ook doet. Dus ik ben toch benieuwd hoe het de komende maanden eruit gaat zien. Je ziet ook op het forum bij iedere grote release van de post van mensen van Destiny gaat dood. Ik bedoel, Fallout komt uit, Battlefront komt uit. Destiny is niet afhankelijk van abonnementskosten. Dus dat zal Bungie niet zoveel uitmaken als de spelers maar weer terugkeren iedere keer als er nieuwe content komt. Als het goed is, zeggen ze, is er in december weer iets nieuws, nog niet helemaal duidelijk wat. Het kan iets heel kleins zijn. Maar ik begin nu wel te merken dat Bungie wel echt een keertje dat hele loot systeem en het upgraden echt goed moet doen. Want om met iedere nieuwe of DLC of expansion, hoe ze dat noemen, weer een nieuw systeem te krijgen en gewoon dingen die je hebt gedaan op basis van het oude systeem, voorbereidingen, wordt allemaal van tafel geveegd omdat ze zeggen van dat hebben we vorige keer gedaan, maar we gaan het toch weer even helemaal anders doen. Maar ze doen het iedere keer weer even helemaal anders en dat begint me een beetje op te breken nu. Dus ik hoop dat ze het huidige systeem houden, kijken naar alle feedback die er is, dat aanpassen en snel met wat leuke nieuwe content komen. Wat ben je spelen? Ik ben Heroes weer veel aan het spelen. Je bent net zo erg als ik, hè? Ja, ik ben echt heel erg. Gewoon tunnel vision, één game. Ja, en ik speel nu met Asmodan. Ik speel de eerste tijd met Nasibu. En Asmodan is echt supergoed, goede range character, range specialist. Dus dat is superleuk. Daar heb ik nu echt weer mijn fun uit. En je hebt die tweehoofdige ogre, ik weet even niet hoe die heet, die is gaan introduceren vandaag. Dus die wil ik echt super graag spelen. Omdat je dus met z'n tweeën één character besturen in Heroes. Dus dat speel ik eigenlijk veel. En nog te veel Hearthstone ook, daar ben ik ook ingetrapt. En ik speel Skyward Sword op het moment, voor de Wii. Naar aanleiding van diezelfde special die wij toen gingen doen. Toen hoorde ik mezelf zeggen, dat heb ik nooit genoeg gespeeld. Dus dat ben ik nu aan het goedmaken. Ik ben nog steeds aan het wachten op die HD remix van Twilight Princess. Ja,
Dat is nice, want wij hadden daar toen nog over. Ik zei tegen jou, van, moet je die niet spelen? En zei, nee, ik wacht wel op een... Ah, nee, niet. Dat was van Skyward Sword. Ik zei, ik wacht op de HD remake. Ja, ja, maar ik wist dat die van Twilight Princess zou komen. En die wil ik ook heel graag nog een keer een goede kans geven. Denk jij dat bij Twilight Princess HD dat ze het zwaardsysteem van Skyward Sword gaan overnemen met zo'n Motion Plus? Ik denk het niet. Nee? Ik denk niet dat het zag zo... er wel zo uit, vond ik. Nou. Ik denk niet dat ze zo ingrijpend aan de game gaan sleutelen, maar... Want die voor de Wii was echt heel kut. Want worden het dan GameCube of Wii controls of beide? Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien ook wel. Ja, ik denk dat het wel veel om handen heeft dan, als het op die manier genoeg. Ja. Ik denk dat alleen al met hoe ze bijvoorbeeld Wind Waker hebben gedaan, dat alleen technisch en grafisch alles oppoetsen naar echt true HD, dat is al een klus. Maar ik denk dat ze al sindsdien Twilight Princess HD in ontwikkeling hebben. Omdat ze toen, zich ook, dat heb ik in interviews gelezen, ze realiseerden zich toen van nou, we wilden eigenlijk, we hebben alle Zelda's een keer in HD gerund. En toen wilden we kijken hoeveel werk is er nodig om het uit te brengen. En toen was Wind Waker het kortst, dus hebben ze die als eerst gedaan. Ik denk dat ze toen gelijk deze bij de studio hebben geparkeerd. Al is daar niks officieels over bekend hoor. Maar... Nee. Dus dat zou betekenen dat ze al wel, wat is het nu, anderhalf jaar of zo ermee bezig zijn. Ja. Ik hoop gewoon op goede soort controls. Of het nou of met een gamepad is of dan met Motion Plus. Maar niet dat van de Twilight Princess voor de Wii, dat vond ik echt kut. Gamepad. Ik wil een gamepad. Ja, ik wil gewoon gamepad. Ja. Kom maar door.